Yes guys, what's up? Welkom weer bij een gloednieuwe video. En deze video gaat over hoe ik 2025 ga domineren en hoe jij dit ook voor jezelf gaat doen. En het maakt niet uit op welk punt je momenteel staat, maar dit is gewoon een hele mooie guide voor jou om te bekijken en daar waardevolle insights in mee te nemen. Nou, wat ik sowieso ga doen is het maken van mijn ultieme zelf. En dit doe ik jaarlijks op basis van looks, fysiek en dit doe ik compleet in detail. Wat voor kleding draag ik? Hoe ziet mijn lichaam eruit? Hoe voel ik me? Etcetera. Dan ga ik naar geld en bezittingen. Hoeveel geld heb ik op de bank? Hoeveel geld heb ik op crypto? Hoeveel geld heb ik in aandelen? Hoeveel geld heb ik in vastgoed? Hoeveel geld heb ik op mijn spaarrekening? Hoeveel geld heb ik op mijn privérekening? Op mijn zakelijke rekening? Etcetera. Compleet in detail werk ik dit uit. En wat mijn ultieme zelf daarin is. Hetzelfde doe ik voor charisma en persoonlijkheid. Welke persoon wil ik zijn? En dat doe ik door middel van deze vraag. Wat wil je dat mensen denken als je de kamer binnenkomt? Hoe gedraagt deze persoon zich? Jouw ultieme zelf. En hoe gedraagt hij zich niet? En daarin kan je dus leren wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En je leert wat je wel moet doen natuurlijk van hoe deze persoon zich gedraagt. Maar ook heel veel van wat hij niet doet. En 10 redenen wil je hierboven benoemen om deze persoon te gaan worden. Waarom wil je deze persoon gaan worden? Schrijf 10 redenen op voor jezelf. Oké. Okay. Mijzelf onder de meest mogelijke druk zetten. Ik heb specifiek druk gezet en niet stress. Omdat ik dat een betere benaming vond in dat geval. En het leven komt achter je aan uiteindelijk. Je hebt een keuze. Je kan je leven druk maken en makkelijk maken voor jezelf. Of je kan je leven juist rustig maken en moeilijk voor jezelf. En gemiddeldheid zal je uiteindelijk kapot maken als je het leven makkelijk voor jezelf gaat maken. Als je elke dag het maximale geeft, alles geeft, zal niets je kunnen tegenhouden in dit leven. Oké? Beloven dat ik nooit mijn karakter zal breken. Ik zal mijn karakter nooit breken voor niemand. Nooit niet, omdat ik weet als ik deze persoon ga worden dat dit het beste is voor de mensen die dicht om me heen staan. Voor familie, voor vrienden, etc. Voor mijn team, enzovoort, enzovoort. En hoe ik iets doe, is hoe ik alles doe. Ik ga dingen zo goed mogelijk aanpakken, zelfs de kleinste dingetjes, die op de juiste manier doen. Want als ik die zelfs al niet kan doen, hoe kom ik dan een miljoenen business runnen? Oké? Het verhogen van mijn standaard. Dit gaat niet om geld en ik eis alleen het beste voor mezelf. Alleen het allerbeste. En het spel is erachter komen wie je uiteindelijk kan zijn in het leven. En ik ben verplicht aan de mensen om mij heen om het beste uit mezelf te halen. Hoe ver kan ik komen in het leven? Hoe hoog ligt mijn potentie? En in deze reis is er geen tijd om te slekken, geen tijd om uit te slapen, geen tijd om niet het meeste eruit te halen. Hoe hard kan jij gaan in 2025? Dat is wat voor mij belangrijk is. Het beste cadeau dat je kan geven aan de mens is aan de mensen om je heen. Jardel, Mohamed en Khaled hebben allemaal tonnen verdiend met e-commerce dankzij mijn coaching. En dat maakt mij super trots, niet voor het bedrag, maar hoe dat de impact op hun leven heeft veranderd. Daarom heb ik ook nog steeds mijn coachingbedrijf, waarin ik dus mensen help naar 10 tot 100k per maand om echt impact op hun leven te kunnen maken. Oké? Okay? Alles start uiteindelijk met jou, je moet aan jezelf gaan werken, je netwerk gaat nooit verder dan je persoonlijke ontwikkeling. Dit komt erop neer om nooit beloftes met jezelf te verbreken. Als je wilt groeien, als je inkomen wilt laten groeien, zal je als persoon iets moeten veranderen. Heel simpel. Je zegt nooit iets en dat je het dan niet gaat doen. Als je iets zegt, dan moet je het ook gaan doen. En dit is waar mijn ultieme zelfvertrouwen uit geboren is. Dat je dus dat gaat doen en dat je daaruit dus je zelfvertrouwen krijgt. Oké? Okay? Mijn mindset, moest en bestaat uiteindelijk niet. Ik mis uiteindelijk nooit. Zwakte is ook een roeping voor dominantie. En consistentie zorgt uiteindelijk voor de rest in je leven. Zorg ervoor dat je lang genoeg consistent blijft en de resultaten volgen vanzelf. Laat je ego gaan, zet die aan de kant en put the work in. Wanneer je het pad naar persoonlijke excellentie wandelt, moet je je ego aan de kant zetten. En wie geeft er uiteindelijk een fuck wat iemand anders denkt over wat jij aan het doen bent? Het is jouw leven en daar gaat het uiteindelijk om. Nou, mijn routine is super essentieel om dus mijn meeste eruit te halen op alle doelen die ik heb. Vroegochtenden, waarom? Omdat ik het niet wil, omdat ik het haat om vroeg op te staan. Dagelijks sporten, omdat dat mij een boost geeft om het meeste uit mijn dag te halen. Het meeste uit mezelf, lichamelijk, mindset, maar ook business-wise. Dagelijks lezen, persoonlijk development boek. Momenteel lees ik How to Think Bigger of The Way of Thinking Big. Ik denk dat die zo heet. Dagelijks reflecteren, dus kijken hoe de dag is gegaan, hoe ik het beter kan doen. Hoe de week is gegaan, hoe de dag is gegaan, hoe de maand is gegaan, hoe het jaar is gegaan. Hoe ik een betere dag kan maken, een betere week, een betere maand, een beter kwartaal, een beter jaar, etc. Dagelijks one-on-one meetings met mijn team om ervoor te zorgen dat we op de same page liggen. En dat de resultaten gehaald worden die we graag willen halen. Geen alcohol en geen drugs, dat gebruik ik sowieso niet en dat hou ik ook zo. Oké, nou, dan ga ik nog wel naar mijn eigen resultaat. 2025 gaat allemaal om het delen van mijn eigen resultaat in e-com. Ik heb dit jaar al super veel waarde gedeeld, maar ik wil eigenlijk mijn eigen resultaten gaan delen die ik ga behalen in 2025 met jullie. Ik ga alles documenteren qua nieuwe e-com stores en marketplaces waar ik op ga verkopen. En ik hoop dat ik je ga inspireren en dat je er iets van kan gaan leren.
Maakt niet uit welk level je nu bent. Ik ga je zo goed mogelijk helpen om online geld te kunnen gaan verdienen. Helemaal gratis en voor niks. Ik wil je bedanken voor het kijken. Abonneer en like voor meer van dat soort video's. En ik hoop dat je een supergoed 2025 tegemoet gaat. Maak 2024 het beste wat je er nog van kan maken de afgelopen maanden. En ik zie je in de volgende video. Ciao, ciao.